sommige mensen hebben echt een grote neus. En ik vind dat stiekem wel mooi, maar ik heb het niet. Dus ik kan er makkelijk over praten. Ja. Ik vind het iets hebben. Ja, ja, het kan heel karakteristiek juist zijn voor iemands gezicht. Hè? Het kan iemand heel uniek maken. Oh, dat is mooi omschreven. Ja. Uniek, ja. Ja. Ja, want dan zeg je, oh, dat meisje met die grote neus. Of die jongen met die grote neus. Of die... Maar vind je dat leuk als iemand jou zo noemt? Nee, dat is het dus. Dat is dus het probleem. Ja, of mensen zijn vroeger ermee gepest. Ja. Of ze voelen zich daar ja, toch wel anders door en worden daar onzeker van. Ja, het is echt wel een ding hoor. Ja, maar het zit zo midden in je gezicht. Ja, het is heel centraal. Dus je kan er niet omheen, letterlijk. Nee, nee, maar als je vroeger leerde tekenen gezicht, dan begon je dus dat rondje en dan begon je met de neus. Dus ik snap dat, weet je, ik snap dat als het niet helemaal perfect is, dat je dan dus er iets aan wil laten doen. Ja, en als je het eenmaal storend vindt, dan merk ik ook dat mensen daar zo mee bezig zijn en echt alleen maar dan de neus constant in de spiegel zien. En dat is jammer, weet je. Ja, wat je al zegt, het kan juist iemand heel uniek maken, heel mooi maken. Het echt ja, iets wat bij diegene hoort, maar als diegene zich daar heel onzeker en ja, niet mooi doorvoelt, dat doet ook iets met je innerlijk, hè? Mm-hmm. Dus sommige mensen durven dan andere mensen misschien niet eens meer goed onder ogen te komen. Ja, je kan zo gek niet bedenken, maar dat kan best heel ver gaan. Ja, en daar heb je dus ook dat sommige mensen hebben hun neus gebroken. Mm-hmm. En dan komt er zo'n soort bobbel op. Ja, ja, ja. Maar de neuzen waar wij het over hebben zijn vaak gewoon echt genetisch. Genetisch. Nou, ja. Is het zo dat het gek is? Je brengt meer volume. Ja. Je maakt je vult aan, hè? Ja. Ja, je maakt de neus groter met fillers en toch lijkt het kleiner. Ja, maar misschien moet ik even uitleggen waar het over gaat. Ja, en mensen die zeg maar zo'n bobbel op hun neus hebben, dus waardoor de neus echt wel wat krom lijkt te staan, dan zou je met fillers dus net boven die bobbel en net eronder kunnen opvullen, waardoor die bobbel daar eigenlijk in wegvalt en een mooie rechte neusrug krijgt. Ja. Maar het gekke is dat je ergens volume aan toevoegt en het wordt toch kleiner. Een kromme neus trekt de aandacht. Dus daar kijk je naar. Ja. En dat lijkt dan optisch een grotere neus. Terwijl een rechte neus, ook al is die dus eigenlijk aangevuld met fillers, trekt minder de aandacht en lijkt dus optisch kleiner. Gek, hè? Ja, het is echt weirdo. Nou heb ik nog een andere vraag. Stel nou dat vroeger had je alleen de neuscorrectie. Toch? Operatieve correctie bedoel je? Ja. Ja. Nee, maar dan heb je dus de neuscorrectie bij de plastisch chirurg. Ja. En wat je kan de bobbel natuurlijk ook weg laten halen, hè? Oh ja, dan ga je dat zo met zo'n vijl doen, dat, hè? Oh. Ja. Ja. En dit is eigenlijk gewoon, Met een naald. Met een naald en dan ga je erin en dan? Ja, dan vul je het. Ja, ik ga er dus hier ga ik naar binnen met de canule. En ja, die bereikt helemaal dit stukje zeg maar bovenaan de neus. Mm-hmm. En dan kan ik ook in een hele mooie rechte lijn, want dan trek ik die naald terug. En elke keer laat ik daar waar het nodig is een beetje filler achter. En zo kan je dus een hele mooie, strakke rechte lijn maken. En precies daar waar je eigenlijk juist diepte ziet, hè, aanvullen. En je doet dus niks op die bobbel zelf, want dat is je hoogste punt. Maar daar boven en daaronder, dan vul je het aan. Geen echte bijwerkingen? Nou, de eerste dagen kan het soms toch wat meer zwelling geven. Dan wordt je neus nog groter. Ja, dan wordt hij iets groter inderdaad. En dat duurt een paar dagen en dan trekt dat weer weg. Blauwe plekken? Is altijd mogelijk, want ik moet toch een gaatje prikken. Heb je bloedvaart op je neus? Zeker. Oh. Heel veel. Oh, weer wat geleerd. Mag je sporten? Nou, de eerste dag raden we dat gewoon af. Gewoon even lekker met rust laten. Liefst dus de eerste dag rustig aandoen. Ook 2 dagen geen bril opdoen, zeg ik altijd. Want dat kan dus zo'n afdruk geven. Weet je, uiteindelijk trekt dat allemaal wel weg. Maar het is gewoon jammer als je een paar dagen dan zo'n afdruk van je bril ziet. Na 2 dagen ongeveer is de filler gesetteld in de huid, noemen we dat. Hè. Dus is dat gewoon opgenomen in de huid. En daarna is dat helemaal geen probleem om dan weer een bril te dragen. En verder, net als gewoon alle andere fillerbehandelingen. 1 week geen zonnebank, zwembad, sauna. 2 weken geen intensieve schoonheidsbehandelingen in de buurt van het behandelde gebied. Gewoon niet hele spannende dingen, maar toch wel eventjes rustig aan doen. Ja. En zo'n blauwe plek trouwens, is dus niet zo'n blauwe plek wat je ziet na een operatie. Of niet
die mate van zwelling wat je ziet na een operatie. Dus je ziet alles helemaal... Nee, absoluut niet. Nee, oh ja, als zag je zo iemand dan vroeger zo... Ja, ja, want dan kan het echt helemaal hier naartoe trekken. Nou, dat is absoluut niet het geval. Dus dan lichtjes wat zwelling, zeg maar. En veelal ziet de persoon het zelf wel, maar een ander valt het niet eens op. En zo'n blauw plekje is soms een heel wazig blauw plekje hierbovenop. Of daar waar de insteekopening is, zeg maar. Ah ja, het puntje van je neus. Ja, maar het is heel makkelijk te camoufleren. En nou is het zo, het is een hele dankbare behandeling, want je ziet eigenlijk gewoon gelijk resultaat. Je ziet direct resultaat en je kan zo uit de kliniek lopen. Geen verband, geen hechtingen, nou ja, geen grote blauwe plekken, zwellingen. Dus ja, en ja, met een half uur sta je buiten en heb je een supermooie rechte neus. Ja, puntje van je neus.